Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de... Ik wou Pokémon zeggen. Dat wordt een beetje automatisme, denk ik. Je recorde veel met Sander. Nou, dat valt best wel mee. Ik ga vanavond weer recorden met Sander. Je recorde veel met mij. Maar dat kan ook niet, want dat doe je ook maar 1/3 van alle intro's. Dat is waar, maar ik record ook met jou voor de Monotype Generations. En daar moet ik ook. Nee, die bedoelde ik ook, maar daar doe je maar 1/3 van de intro's. Ja, dat is waar. Ik heb nu ik die Starmie heb in de Generations, is het voor mij het gevoel dat ik echt vooruit ga, zeg maar. Dat echt. Hoe zou dat toch komen? Omdat hij goed is. Omdat de Starmie is, ja. Hmm. Ja, ik heb nooit echt met Starmie gewerkt en een paar keer dat ik hem had, maar dat was meestal in nieuwere games, vond ik hem niet heel bijzonder. Alleen ik moet zeggen dat ik nu erg blij ben met de Starmie. Ja, maar ja, over het algemeen, als je een Starmie hebt, is altijd even zoeken naar de TM's daarvoor. Ja, ik heb nu gewoon Surf gegeven, die doet al veel, alleen ik moet eigenlijk iets van Psychic hebben ofzo. Ja, maar dat is wel te halen. Ja, waar is die te halen? Waar is Psychic ook alweer te halen? Het is in een van de caves volgens mij. Oké. Okay. En maar ja, al mijn Pokémon zijn Psychic Pokémon. Moet ik hem dan wel leren? Of leert Starmie het op zichzelf? Denk het niet. Hij kan in ieder geval recover, dat is al nice. Ja, je bent... gepromoveerd tot Paddy. Het gebruik van recover. Shit. Ik overuse het niet hoor. Maar, nee, maar het is wel praktisch soms om te gebruiken. Ja, precies. Soms komt het even uit. Oké, nu begrijp ik ook wat je bedoelt. Van, er zijn geen checkpoints. Tenminste, ook al niet in het eerste level. Het is maar 1 level, hè? Ja, alsnog. Er zijn nergens checkpoints in dat kasteel. En er zijn veel fases waar je doorheen moet. De jump fase, dat is de tweede fase, die vind ik het moeilijkst. Alles wat daarvoor en daarna komt valt allemaal wel mee, maar... Ja, ik maak iedere keer de fout dat... Heb je de tweede keer die spikeballs die heen en weer gaan? Ja. Yeah. En bij het tweede segment, die eerste is makkelijk te doen, maar die tweede spring ik altijd gewoon per ongeluk in. Ja, maar dat is wat ik net tegen jou zei, van dat je dingen niet van tevoren kan zien en dat je daar dan tegenaan springt. Daar had ik dus ook last van. En... meerdere malen nog steeds, hoor. En de piranha plants die dingen afvuren en tot kunnen doen voordat je het überhaupt in beeld hebt. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar je hebt er geen beeld bij als je even er kort naar kijkt. Ja, precies. Ah, het erge komt pas in het tweede gedeelte, zeg maar, als je straks moet jumpen. Ja, dat je op zo'n plateau moet gaan jumpen en moet duiken. Ja, dat was ik net al. Ja, zit 1 jump bij, die is zo kut. Laat maar raden, dat is de tweede, want dat ding beweegt al en je moet precies goed timen. Ja, het is zeg maar de laatste voor de buis, zeg maar. Dat is een stukje dat je... dat hij wacht onder je, dus daar kan je niet alvast op staan. Ja, en ik heb het ook even exact hetzelfde. Ja. Daar ben ik dood. Ja. Je hebt maar 2... Je hebt eigenlijk 1,5 blok tijd. Dan moet... Het is even een goede timing fixen. En ja, het is inderdaad onzin dat je niet eens een checkpoint krijgt na iedere fase. Nee. Ik weet waarom ze het doen. Moeilijk maken. Maar dat betekent niet dat ik het een goed excuus vind. Ja. Zo. Hup. Here we go. Zo. Ah. Ja, en ik jump ook iedere keer per ongeluk tegen de piranha plant met die grote vlambol. Daar spring ik ook gewoon iedere keer in, omdat de jump die ik wil maken, ja sorry, die eindigt in zijn mond. En je wil snelheid maken, dat helpt ook niet. Nee, en dit stuk heel geduldig doen heeft ook niet zo heel veel. Heeft ook niet zo heel veel zin. Maar ja, degene waar ik, het stukje waar ik nu elke keer dood ga, ik ben nu coins aan het farmen hoor, maar waar ik elke keer nu dood ga is eigenlijk na die moeilijke jump, zeg maar, moet je ook veel jumpen. En dan is het gewoon meer van, ja, hoe time ik hem goed, zeg maar. Hoe spring ik niet te ver, zeg maar. Want je moet het snel doen, want die blokjes die gaan weg waar je op springt, zeg maar. En in nieuwere Mario's heb je echt het gevoel dat je een beetje... dat je hem in controle hebt. Dat heb ik bij deze niet. Nee, maar dat zei ik ook al eerder. Je hebt echt het gevoel dat je een boter onder je schoenen hebt. Ja. Alsof je met Luigi speelt, zeg maar. Ja, maar als ik met Luigi had gespeeld, had ik de game ondertussen al uit. Want? Luigi kan 1,5 keer zo hoog en zo ver springen als Mario. Ja, dat is waar. En je zou niet denken dat die 1,5 keer zo hoog en 1,5 keer zo ver uitmaakt. In deze game wel. Jazeker. Want dan kan je net die kleine jumps afmaken die je normaliter niet kan doen. Zo. Oké, dus de ene timing is de andere niet. Nee. We maken het niet makkelijk. Maar waarom niet? Jordi. Omdat het te makkelijk is. Ja. Je doet niet aan makkelijk hier. Nou, het mocht voor mij gerust ondertussen. $200 coins voor niks. Nou, het is tenminste geen witch. Ja, het was wel een witch. Oh, wel een witch. Oh. Ja, oké, dan is het inderdaad kloten. Hup. Hup. Hup, oké. 16 levens ga ik het daarmee doen. Een paar pogingjes doen. Gewoon doen. We zitten nu toch in het laatste stuk van de game. Als wij denken van oké, we hebben niet genoeg levens, ja, dan gaan we maar farmen. Ja. Oké. Shit. Oh. Oh. Ik ben eigenlijk voorbij dat stuk en ik had nu in de gaten van... Oh, wacht even. Het triggeren nu, die Wario-vuisten triggeren nu. Yep. En hoe moet ik nou zien welke blokken... Oh, op een gegeven moment weet je dat wel al. Ja, ik heb nu één keer gezien. Het zijn de logische blokken, zeg maar. Oh ja, degene waar je altijd overheen springt. Nou, dit is... Ik vind echt die piranha-plant met die hele grote blauwe vlam, dat is mijn minst favoriete. Oké, ja, dan moet je een zachte jump doen als dat sense maakt. Ja, maakt sens, maar je bent lekker aan het lopen. Maakt het er niet makkelijker op, maar... Nee, je bent lekker aan het lopen, dus ja. Want als ik een zachte jump maak, dan haal ik vaak die jump niet. Dat is vaak mijn probleem met dat stuk. Goed, nog een keer. Ja, je wordt pas echt chagrijnig als je er helemaal bent en dat je dan achterkomt dat als je doodgaat dat je dan weer opnieuw moet. Alles opnieuw moet. Ja, en dat is wel kwalijk van deze game. Ja. Geef dan tenminste even een checkpoint nog voor je met Wario begint. Ja. Oké, ik moet weer gaan farmen. En ik denk ik denk dat dat ook enig is wat ik nog doe vandaag. Farmer? Ja. Oké. Ik heb nu in mijn uploadschema ook zo'n dingetje toegevoegd met ideeën die ik eventueel heb, zodat ik niet vergeet wat ik allemaal nog eventueel wil doen. 90% is mijn lijst? Nee, nee, nee. Het is maar echt een klein lijstje, zeg maar. Oké, dus niet de TSG-waslijst. Nee, nee, nee. Het zijn echt gewoon dingen die ik echt concreet waarschijnlijk wil gaan doen. Mm-hmm. Ja, de TSG-waslijst is ook echt daadwerkelijk een waslijst. Dat zijn 3 verschillende generations voor Pokémon, 6 verschillende generations voor franchises. Games welke die... 3 generations wil je nog gaan doen ook alweer? Voor Pokémon? Of voor... Ja. Nou, sowieso een keer een hardcore versie. Maar dan niet met de stipulatie dat als je doodgaat je moet gezet naar Gen 1. Oké, wat dan? Oh, dat je gewoon terug gaat naar de gen waar je bent gewiped. Oké, en neem je Pokémon mee naar de volgende of ook niet? Nee, dat niet. We hebben al iets vergelijkbaars gedaan in Survival Lock. Oh ja. Dus dat was een Generations. Dat was van de vorige pool, van een pool getrokken of zo, toch? Ja. Dan had je gewoon 12 random mons waar je mee moest doen. Maar ja, er mochten ook de mons mee die in de box zaten. Ja. Dus dan kun je ook nog tactisch zijn met... de sterkere mons de Elite 4 hadden, terwijl de zwakkere mons in de box bleven, maar die kon je dan wel op een later moment nog gebruiken voor iets anders. Ja, precies. Dus dat andere is Trio Soul Link. Hoeveel Soul Link? Trio. Oh, Trio Soul Link, dat lijkt me wel gruwelijk. Het is alleen dat lijkt me moeilijk. Wel. Ja, dat is zeker als jij met Harm en met mij moest spelen. Nou, ik heb met Harm al 1 Soul Link gedaan, dus de logische volgorde is nu jou erbij voor een triootje. Ja. Wel een vet idee. Oké, en wat is de derde? Derde is Chaos. En wat was Chaos ook alweer? Chaos is doe maar in iedere willekeurige volgorde dat je wil doen, maar het is voor de rest geen... Iedereen moet uiteindelijk alle 9 gens gedaan hebben dan, zeg maar. Maar je mag zelf kiezen hoe je doet, je mag zelf bepalen wat je doet. Oké. Kutzooi! Nou! Dus dat is Chaos. En ja, de Generations, merendeel van die dingen weet je ondertussen al. Ja, want je wou Mario Party Generations doen, toch? Mario Party, Zelda, als Milan Nostradamus een keer niet zegt dat dezelfde games op de Switch uitkomen. Ja, maar ik ga niet zeggen dat dat niet gebeurt. Ik ga niet zeggen dat het wel gaat gebeuren, zeg maar. Dat ga ik niet doen. Meneer Nostradamus. Mario Kart niet per se, want dat heb ik al gedaan, maar Mario Kart 8 Deluxe gewoon alle, want tegen die tijd heb je toch zowat alle circuits een keer Mario Kart 8 op manier geremaked. Dus tegen die tijd heb je dat wel een keer klaar. Nou ja, Kingdom Hearts is nu al bezig. Bij Wesley toch? Ja. Ja, oorspronkelijk was het met Nando, maar ja, Nando weet het. Toch even, het is geen Generations eigenlijk, maar ja, de drie belangrijke games heb je al gedaan, dus. Ja. Maar Zelda Generations, is dat ook een race? Dat wordt waarschijnlijk een race, maar dat wordt dan waarschijnlijk A Link to the Past, Ocarina. Majora's Mask. Harm haat Majora's Mask, dus die game komt er niet in. Maar ja, is het dan wel een Generations? Nou, OT en Majora's Mask kwam voor dezelfde console uit, dus... Ja, maar het zijn wel andere games. Ik bedoel, Diamond en Pearl kwamen ook op dezelfde console uit als Black and White. Nee, klopt. Ik ben het ook wel met je eens. Maar ja, ik moet hem nog overtuigen en de rest is dan Windweek, Twilight, Skyward, Breath of the Wild. Ja, ik weet alleen niet of het zin heeft om mij daaraan mee te laten doen, want ik ken al die games niet, zeg maar. Dus voor mij valt er niks te winnen, zeg maar. Dan doe je mee voor de lol. Ja, dat kan ik even. Godverdomme. Nou, dat is dat. Nee, de andere dingen moet ik toch nog even voor kijken. Oh, maar ja, de eerstvolgende serie wordt Dokupon. De eerstvolgende serie wordt Dokupon, ja. En ik denk dat ik Ham flink moet overtuigen om eerst Monotype af te maken voordat hij Dokupon gaat doen. Ja. Ja, komt wel. Dan moet ik gewoon opschieten dat ik hem uitspeel. Omdat dat hij er niet... Nou, hier, Milan, heb jij de cheat codes? Succes! Ja, ja. Nee, er zijn gewoon een paar manieren hoe je de game makkelijk kan uitspelen. Maar ja, die manier moet je kennen. En je moet de toegang daarvoor hebben. Met de types die we hebben. Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Deden we bij Gen 5 deden we gewoon een black and white, hè? Ja, gewoon black and white. Even kijken welke andere generations waren nog. Nou, er zit niet zo heel veel, want heel veel overlap zit niet tussen mij en Harm wanneer het gaat om games. Het spijt me om te vertellen, Milan, maar je wordt altijd genaaid door de game. Oh, sad. En het liefst van voor en van achter, dus ja. Spannend. Dat. Maar ja, ik ben tenminste ook al blij dat gewoon hele oude games, bijvoorbeeld Advance Wars, nu ook gewoon een remake krijgt. Dus dat betekent ook gewoon dat heel veel oude franchises mogelijk in nieuw leven worden gebracht. Mm-hmm. Denk je dat er nu een grote kans is dat er Advance Wars 3 komt? Ik zie dat niet gebeuren. Nee? Jij weet niet zo heel veel van de Advance Wars franchise af, omdat jij nu net de remake hebt gehaald. Mm-hmm. Maar na Advance Wars 1 en 2 gingen ze een compleet andere kant op en maakten ze Advance Wars Day of Ruin. En dat is meteen weer een stuk realistischer. Ah, oké. Okay. Dus de cartoony artstyle stopte na 2. Maar denk je niet dat ze dat kunnen... Zie ik niet gebeuren, want dat is gewoon echt compleet iets anders. Oké. Okay. De gameplay is hetzelfde, maar... Het ziet er anders uit. Het is niet meer cartoony. Het is niet meer cartoony. Je kan het vergelijken als je had gezegd van oké, we pakken Pokémon en we maken meteen hyperrealistisch Monster Hunter van. Ja, precies. Kan wel. Maar dus een beetje een rare jump. Ja, ja. En dat is een beetje het probleem. Mm-hmm. Dus dat. Maar kijk, games zoals Resident Evil hoef ik met Harm niet te spelen, want die snapt hij toch niet. Dus die vallen al, zoiets valt al heel snel af. Mm-hmm. Nou, Harm hoeft mij ook niet te vragen voor Call of Duty, want het enige wat ik gebruik in een shooter zijn messen en zwaarden. Ja, maar is Harm een Call of Duty speler dan? Ik vind Harm ook helemaal geen Call of Duty speler. Die was een flinke poos en heb ik het tot zijn, nou, wat zou het zijn, zijn 15e tot aan zijn 24e, 25e was hij echt een kotspeler. Oké. Okay. Ik weet niet of hij nou nog veel doet, maar... Hij was een periode dat hij heel veel speelde. Oké. Okay. Zo. Ja, het is... Ach, ik kan zo slecht tegen die grote vlammen. Ik kan wel kleine jumps maken, maar dan vuurt hij die bal af. En dan spring ik in de bal. Dat is heet. Ja, maar we hebben een fireflower, dus hoezo is dat dan heet? We gaan geen logica gebruiken in Mario, hè? Ja, oké, als we dat gaan doen, dan zijn er sowieso een paar dingen wat ik niet snap. Ja. Of bijvoorbeeld Mario een 600 zware hagedis / schildpad kan optillen en kan draaien. Zo. Nou, ik heb 8 levens en ik ben weer bij het stuk van de draaiende platforms. Hip. En dan vergeet ik te kruipen. Oef. Ja, context-sensitive acties blijven een leuk iets van de moderne tijd. Maar het helpt niet in de klassieke tijd. Nope. Nu spring ik te hoog en beland ik al bovenop zo'n spikebal. Terwijl ik denk, als je bovenop een spikebal staat en op de bovenkant zijn geen spikes, hoe kan je dan doodgaan door een spikebal? Dat is Mario voor jou. Nou gaat de spikebal niet kapot. Ik land erop hem. Ja. Dit gaat een hele lange serie worden, denk ik. Denk het niet. Ja. Ik zie zo meteen nog wel gebeuren dat een van ons op wonderbaarlijke manier opeens Wario verslaat. Want onthoud, we hebben nu een plek gevonden waar wij levens kunnen vormen. Als we dat niet hadden gedaan, dan was het inderdaad een langere serie geweest. Ja, maar ik ben 1 keer in de 100 keer dat ik dit level nu gedaan heb bij Wario gekomen. Mm-hmm. En als ik helemaal bij Wario ben, heb ik geen idee wat ik moet doen. Ja, op hem springen. Ja, dat snap ik. Maar hij beweegt ook. Hij kent zijn patronen nog niet. Normaal dan raak je gewend aan de enemische patronen. Maar je kan er nu niet gewend aan raken, omdat je er niet komt. Mm-hmm. Met de tijd leer je nu wel... gaat opnemen, zorg voor dat je een geluidsarme kamer hebt of een geluidsstille kamer. Of een hamster, oh nee. Of geen hamster. Ja, maar Yuki heeft niks misdaan. Dat is waar. Echt. Ik kan ook niet meer consequent naar die platformen komen, want ik wil nu eens een keer tenminste het eerste stuk door zonder dat ik mijn power-up verlies. Dat zou zo mooi zijn. Want als ik hem niet verlies door de vlam, verlies ik hem wel door de freaking spikebal. Yep. Zo. Hup. Hup. Had Harm eigenlijk nog die afspeellijst naar je toegestuurd of niet? Die had hij in de groepsapp gezet. Oh ja, gisteren. Beter vraag, heb je hem gekeken of niet? Nee, nog niet. Ik was zo ver. Ik was zo ver. Mm-hmm. Oh, ik was bijna bij Wario weer. Ja. Ik ging ook wel... Ik moet ook weer levens farmen, dus... Oh, dat moet ik zo ook weer doen, shit. Niet vergeten. Ik denk als wij weer met levens gaan farmen dat het einde is van de part. Denk ik ook. Kut. Ik ga levensvaar. Nou, sluit jij hem dan af? Ja, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Jordi te checken, die staat in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.